Tante Tora heeft besloten binnenkort te alleieren. Ze heeft nog geen ticket gekocht, maar ze weet wel met wie ze gaat opstijgen. De Israëlische luchtvaartmaatschappij. El Al, ze vond die naam zo oppermachtig. El Al betekent naar de Allerhoogste. Rani, dat kan toch geen luchtvaartmaatschappij verzinnen, zo'n naam? El Al, naar de Allerhoogste. Dat is wat ik zo mooi vind van Israël. Het is een heel moderne staat. Iedereen spreekt in de heilige taal, wat duizenden jaren oud is. En ze hebben op de hele creatieve manier hun taal gemoderniseerd. Kijk naar het woord gasmo. Dat betekent elektriciteit. Maar wat blijkt nou? Gasmaling zijn bepaald soort engelen van energie. Uit één van de hoge sferen, weet je. Zo heb je ook Golgalim. Dat zijn ronddraaiende, cirkelvormige engelen. Tegenwoordig betekent Golgalim de banden onder je wagen. En een auto is Rechiv. En dat komt uit Merkava. Ah, Merkava. Ja, dat is die UFO uit die visioen van Ezechiël. Maar wat wil je nou eigenlijk duidelijk maken met je Hebreeuws? Nou, dat de tijd aangebroken is om in de taal van de profeten te communiceren. We horen dat thuis. Gemelbalia. Tante Tora, je weet toch dat ik niet zo religieus ben als jij? Nou, dat maakt toch helemaal niet uit. En trouwens, zo leven we al duizenden jaren. Duizenden jaren? Je bent 72. Dat is jouw rekenfout. Mijn verleden begint niet bij mijn geboorte. En die van jou ook niet.